Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet je van harte welkom bij aflevering 174 van Rijt Kick op de Week. Deze week, ja, goed nieuws, ik heb mijn rijbewijs terug, dus ik mag weer. Die heb ik afgelopen dinsdag teruggekregen, dus dat is in ieder geval goed nieuws. Er komt een R8 Spider voorbij voor een stukje onderhoud. We hebben de 328, de Ferrari 328 GTS, weer tot leven gewekt. Staat hier al een paar jaar in de showroom. Kwam hier voor kijken, dus die hebben we compleet klaargemaakt. Nieuwe accu erin, de brandstofpomp zat vast. Dus die is weer rijdend gemaakt. Alleen een uurtje van tevoren belt de gegadigde af. Maar goed, hij loopt weer. Ja, we gaan die 991 Turbo S in een compleet ander jasje zetten. Maritiem blauw, een originele kleur van Porsche. We hebben een spijker op bezoek gehad weer. Ja, echt een hele unieke spijker van 700.000 euro. We krijgen Kosso op bezoek. Die komt een keuze maken uit twee hele bijzondere auto's. Zien jullie zo. We hebben een 991 Turbo S, die hebben we recent verkocht. Die gaan we in een compleet ander jasje zetten. Van een grijze kleur naar een maritiem blauwe kleur. Een hele felle kleur, origineel van Porsche, in een Innozatec folie. Er komt een BMW Z4 M40i voorbij. Knalrood. Om deze auto gaan we een Remus uitlaatsysteem monteren. Ja, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 174. Maandagochtend, we beginnen met het uit elkaar halen van de Porsche, zo gezegd. Alle kleine delen die eraf moeten met rappen, verwijderd. En dan kan die prachtige blauwe kleur erop. Audi R8 V10 Spider. Met deze auto gaan we de olieservice uitvoeren. Diverse aftapplukken bij zo'n V10. Het is natuurlijk een auto zonder karterpan. Zonder karterpansmering. Het drysump systeem. Mooie witte Mini Countryman bij deze auto. Nieuwe remblokken geplaatst op de achteras. Het begin is gemaakt bij de Porsche 991 Turbo S. Motorkap gedaan. En zo gaan we de hele auto voorzien van een maritiem blauwe Innozatec wrap. Mercedes Cela 45 AMG. Stukje onderhoud, waaronder het vervangen van de remblok aan de voorzijde. Klant op bezoek geweest voor de Lamborghini Aventador. LP 704. Inruil Porsche Panamera GTS. Maandagmiddag. We hebben weer een nieuwe lading poetspullen gekregen. Dit keer niet van onze eigen leverancier, maar van een trouwe kijker uit Vierlingsbeek. Hij heeft ooit een poetsbedrijf gehad en heeft wat spulletjes over die hij ons graag wilde schenken. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dus super bedankt in ieder geval en top! De Audi SQ5 die bij die eerder getoonde remklauwen hoort, die we mooi fris hebben gemaakt. Auto is klaar en kan weer opgehaald worden. Audi S8, recent verkocht. De klant wil graag de ruitenwisselarmen in de kleur van de auto gespoten hebben. Wil graag vanwege de puntjes steenslag wil hij de motorkap gespoten hebben. Op het dak zitten krasjes op, die wil hij ook gespoten hebben. Dus daar gaan we mooi in orde brengen. En dan wil hij de auto voorzien van een keramische coating. Dat kunnen we natuurlijk pas later doen. We moeten eerst die motorkap spuiten en het dak spuiten. Dan moet die enkele weken uitharden. En dan ontvangen we de auto weer terug. En dan gaan we de keramische coating aanbrengen. Audi Q7. Is hier op de trailer gebracht. De klant had het vermoeden dat de motor was vastgelopen. Er blijkt dus een probleem te zitten in de startmotor. Daar heeft hij storing op. Dus waarschijnlijk is de startmotor vastgeslagen. Die heeft ook de accu compleet leeggetrokken. Dus dan gaan we de startmotor demonteren en vernieuwen. Alleen waarschijnlijk de pech. Hij zit op een zwaar vervelende plek. Dus dan moeten we heel veel loshalen wil we erbij kunnen. CLA 45 AMG. Multiriem eraf gelopen. Er moet een nieuwe multiriem op.
De remblokken voor gaan we vernieuwen. En de banden aan de voorzijde. Verse Pirelli's voor de AMG Sela. Audi A4 2 liter TVSI. Die staat hier voor onderhoud, APK. En het vervangen van de speaker, die kraakt. Dus zojuist komt de nieuwe speaker binnen. Dus die gaan we vervangen. Dus dat kan nog 3 dagen zijn en dat kan nog 3 maanden zijn, dat kan nog 6 maanden zijn. En al die tijd kan die RS6 niet gemaakt worden. Dus ja, Audi voorsprong door techniek. Maar dan moet de techniek er wel zijn. En de techniek is er niet. En daar baal ik wel gruwelijk van. Dan heb ik eindelijk vandaag mijn rijbewijs terug. Een mooi Euring-pakket op mijn RS6 gebouwd en ik heb er nog een meter mee kunnen rijden en dat zal nog even duren, want die staat nog steeds in velp. Dus geduld. Het is toch niet anders. Dus, maar in ieder geval vandaag mijn eerste ritje weer in een Range Rover Sport. Die hebben we recent verkocht en aan een klant van ons in Roon. En die had nu een noodloop. Regeneratie, of in ieder geval de roetfilter verstopt of vol, net hoe dat ze het noemen bij Range Rover. En die hebben gisteren gereinigd, een regeneratieritje uitgevoerd met de laptop eraan. En nu ben ik hem aan het rijden naar Wijchen om die auto terug te brengen, wat ik al zei. En dan gaan we in een wat hoger toerentalgebied gaan we rijden, natuurlijk niet overdreven, niet in het rood, maar gewoon op een 3000 toeren gaan we nu het ritje heen en terug doen. Om nog een keer die temperatuur in die dieselfilter. En dan stoken we hem weer extra schoon. En dan kan hij
ja, vandaag of morgen weer opgehaald worden. Ik ga nog even genieten. Audi SQ5. De 3 liter V6 Teddy, 313 pk. Onderhoud uitgevoerd en een APK. Klant helemaal uit Amstelveen. Ik ga hem even laten wassen. En dan kan hij zo meteen weer rijden. Terug bij de Audi Q7. De 3 liter V6 Teddy. We hebben de ruimte vrij kunnen maken om de startmotor te demonteren. En die zit daar boven. Zie je de startkrant zitten. Die kartelrand die daar zit, zit is het vliegwiel. Daar zit hij normaal ingeschroefd. Hier ligt de oude en de nieuwe naast elkaar. Ja, nu alles weer vice versa. BMW M3. Originele wielen hersteld en weer gemonteerd. Aflevering van de Mercedes ML 63 AMG. Daar verstopt. Dan kun je zien dat er nieuw is gemonteerd. Die zit op een vrij lastige plek. Dynamo is dan makkelijker te bereiken, maar de startmotor zit echt op een vreemde plek. Op een rare plek. Nee, op een lastige plek. De auto van mevrouw Mirjam. We gaan de auto verlagen middels die aan te passen stangetjes. We gaan nu eerst de originele stangetje aan het kalibreren, dat is de hoogteregeling. Gaat hij helemaal omhoog. En nou zakt hij weer een beetje naar de ene hoogste stand. Dan gaat hij even alle standen af. Even kijken of alle sensoren op de juiste manier werken. RS6 is weer terug van Audi Duitsland. Wat een service, hè. Voor garantiedingetjes. Het differentieel is opgelost, nieuwe schokbreker linksachter, allemaal onder de garantie. Kijk, er is je weer geland op Nederlandse bodem. Audi RS6.exe, te volgen op Instagram. Met die hele dikke BTM uitlaat, binnenkort nog meer aanpassingen aan deze auto. Een van de belangrijkste eerste stappen bij het detailen van de auto is het extreem grondig reinigen van de auto. Eerder is je met een detailborstel bezig. We zorgen dat ook alle sponningen, de raamlikkers, de rubbers van het schuifdak, heeft hij niet, maar Stella heeft hem. Alle randen moeten gewoon goed schoon zijn alvorens je gaat pleisteren. Dus tot in de diepste randjes van die scharnieren, van die sponningen, moeten schoon zijn. Onder de motorkap zo meteen hetzelfde.
de motorruimte, de kofferdeksel, die randen allemaal. Tussen de logo's, tussen de Audi ringen, de SQ5 logo's, kunnen we allemaal die borsten goed schoonmaken. En dan dadelijk gaan we verder met het wassen van de hele auto. Dan afdrogen en dan kunnen we beginnen met het poetsen, het paleisten van de lak en het compleet nieuw maken van het interieur. Is een monnikenwerk, maar wel heel belangrijk. Vaak komen sommige poetsen komen er pas achter als ze al gepaleist hebben, dat toch die raamblikkers nog onder de groene aanslag zitten van de bomen. En om dan weer alles schoon gaan te maken en dan kun je weer overnieuw beginnen. Dus zorg dat die auto perfect schoon is voordat je hem naar binnen rijdt. Het is een prachtig vak, wordt erg onderschat. Soms hoor ik zeggen, ja, ik ben maar de poetser. Een van de belangrijkste schakels. Volkswagen Passat heeft een stukje onderhoud gehad. Hij wordt nu weer opgehaald. Nou, de oude SQ5 is schoon. Tot in de sponningen. Nu is de volgende stap. Waarschijnlijk gaat Edi als eerste beginnen met het interieur. Waarna hij die auto compleet gaat paleisten in de verschillende stappen. Nice car, man. What do you do for a living? Detailer at Audi Bedrijfsfirma de Rijt. Nou, dan rijden ze Audi RS6 op de brug. Voor een, heeft dorst. Die drinkt koeverstof op. Er ligt geen koeverstof onder de auto. Ze zijn net even gaan kijken waar dat vandaan kan komen. Ik zei, de koeverstof, als die niet onder de auto ligt, dan denk je al meteen, dan wordt die binnen opgenomen en dan gaat hij door de uitlaat eruit. Is natuurlijk niet altijd zo. Ligt eraan waar die lekt. Pak een Audi Q7 3 liter V6 TDI. Die hebben vaak onder in de V, hebben jullie al vaker gezien, die koeverstoflekkages. Dan is eigenlijk de koeverstof die verdampt alweer, die verbrandt alweer, verdampt alweer voordat hij de kans krijgt om de grond te raken. Dus dan heb je geen lekkage op de grond, maar dan heb je wel een lekkage in het systeem. Nou, hier is het, we hebben net even met z'n tweetjes gekeken, Tom en ik. En als je dus hier ruikt, we hebben hem een tijdje laten lopen, dan wordt hij lekker warm. Als je hier ruikt, dan ruik je wat koeverstof. Hier valt het wel mee, hier ruik je wel meer. Dus wij dachten ook al meteen van, ja, zijn auto, een cilinderkop gescheurd of iets in, hij komt eigenlijk nooit voor. Dus hier is waarschijnlijk op hetzelfde geval. Wij hebben het vermoeden dat die turbo zijn water gekoeld. Daaronder zit de aansluiting en daar zal wel ergens een lekkage zitten op de aansluiting van de koeverstof. Die minimaal druppelt. Die komt onder in die gloeiend hete V te liggen. Dus ja, het droogt alweer op voordat het de grond kan raken. Neemt natuurlijk niet weg dat het niveau elke keer zakt en dat de klant elke keer koeverstof moet bijvullen. Maar daar is waarschijnlijk het probleem. Dus hier gaan we ruimte maken en kijken of dat daar ergens een duidelijk spoor is van lekkage. Als we hier tussendoor kijken, helemaal naar onder, dan zien we, ik zal eens kijken of ik het kan laten zien. Daaronder, dan zie je een beetje bruinige viezigheid en dat is waarschijnlijk de opgedroogde koeverstof. En daar zit waarschijnlijk het probleem net boven. Dus we gaan wat ruimte maken en dan denk ik wel dat we de vinger op de zere plek hebben liggen. Klant op bezoek voor de BMW M3 Competition met inruil van een Mini. Een originele AC Schnitzer. Audi S4. Monteren van nieuwe performance velgen in het glanszwart. 19 inch performance gemonteerd. Ferrari rode 328 GTS. Ik ben zo meteen geland voor de 328 GTS. Helaas startte de auto niet meer. We hebben een nieuwe accu gemonteerd en de brandstofpomp weer gangbaar gemaakt. Die auto is 12 jaar jonger dan mij. Je ziet hoe oud ik ben.
dit is toch wel genieten, jongens. 1986 Ferrari 328 GTS. Dakje eraf. Terug in de tijd. Wat ik net al zeg. De auto is toch nog, is het echt antiek. Maar toch 12 jaar jonger dan mijn geboortejaar toen. Dus dat geeft aan hoe antiek ik ben. Maar ja, fantastisch mooi, hè. Wel geniet, toch. Ik zal even wat leuke dingetjes laten zien in de binnenkant van die auto. De schakelpook. Typisch Ferrari. Behind the wheel. Oude tellertjes in het oranje. Ferrari paardje eronder. Zo'n ja, zo'n lekker dun stuurtje. Met zonder airbag. Nergens airbags. Zo'n Philips radio cassette. Met auto reverse. Ja, wat ook wel bijzonder te noemen is, is de stand van de pedalen. Dan zie je hier het midden van het stuur. Midden van het stuur. En ik heb mijn voet nu op de rem. Normaal zit de rem echt daar. Nu zit hij in het midden. Dus je zit met je been helemaal zo. Lekker comfortabel. En je gas zit daar. Zie je hoe raar dat is? Dus dit is gas. Compleet uit het midden. Je zou eigenlijk zeggen, ik moet ongeveer zo zitten. Maar hier zit ik dus met mijn voet op het rempedaal. Dit is de koppeling. Dan moet je helemaal naar rechts toe. Dat rijdt heel raar. En ik met mijn lange benen. Dan moet je echt een stukje naar voren rijden, anders kun je die koppeling indrukken. Of een klosje erop schroeven. Ja, mooi. BMW M5 E39. Nieuwe pomp is eindelijk binnen. Heeft even geduurd. De auto heeft vrij lang in een collectie gestaan. Nou, het eerste wat al meestal kapot gaat is je brandstofpomp. Dat hebben we vanmorgen wel gemerkt aan die Ferrari 328. Dus deze wordt nu gemonteerd en dan zou alles weer opgelost moeten zijn. Audi R8 V10. Montage van nieuwe voorbanden. Een Spyder van Dutch Dreamcars. De nieuw binnengekomen Audi SQ5. 2013 even uit mijn hoofd. Met trekhaak. Bang & Olufsen. Leer Alcantara. Carbon inleg. Ledenassist. Zwarte hemel. Elektrisch verstelbare stoelen. 21 inch licht metaal. 313 pk. 3 liter V6 Steady. Volop bezig met de 991 Turbo S. BMW Z4 M40i. Monteren van een ander uitlaatsysteem. BMW M4 Coupé, gemonteerd 20 inch concave breedset. Z4 M40i, montage van een Remus uitlaatsysteem.
originele systeem. Die laatste lijkt wel een beetje op een schuiftrompet. Schitterende upgrade voor deze BMW M40i Z4. Nu tweemaal links rond, tweemaal rechts rond in plaats van deze trapezium originele uitlaat. De Audi S8, die moeten we behoorlijk wat dingen custom gaan veranderen. We hebben de klauwtjes achter rood gespoten. We gaan het dak spuiten van de auto. Hij wil van alles veranderd hebben in de auto. Dat gaan we natuurlijk regelen. Klant op bezoek geweest met een hele mooie dikke A6 55 TFSI. Voor wat aanpassingen waarschijnlijk. Binnenkort misschien meer. Maar nou eerst even die spijker. De C8. Wat een auto, hè. Een beetje een vergeten auto. Ik heb pas al verteld. De spijker is gewoon de eerste auto ter wereld geweest. Met een 6-cilinder motor erin. De eerste auto met 4x4. Zijn toch wel vooruitstrevende dingen geweest. De velg in de vorm van een propeller. Heeft natuurlijk alles te maken met de vliegtuigindustrie. Daar kun je overal aan zien, die details. Zoals zo'n benzinedop. Die voorruit. Is echt bijzonder. Zonder stijl. Die zijruitjes. Het is gewoon echt gewoon pure kunst. Echt pure kunst. Ook die roostertjes van de verwarming met vliegtuigpropellers. Het schakelmechanisme. Ja, hier word je als autoliefhebber wel heel vrolijk van. Zo gaaf gedaan allemaal. De schakelaartjes. Alsof je in een vliegtuig zit. Kijk die vormen. Echt fantastisch mooi. Die inlaat hier. Thank you.
RS6 staat weer klaar om opgehaald te worden. We hebben even de logo's aangepast, voor en achter. De juiste kleur geel. De schokdemper linksachter is vervangen door Audi Duitsland. Perfecte garantie. Differentieel achter zweten een beetje is ook opgelost. Valt natuurlijk allemaal onder de garantie. En die kan weer opgehaald worden. Tweede ding is Vossen. Keramische remmerij. Recent gemonteerd. Super dikke uitvoering. Die BTM turbo uitlaat eronder. En die wordt nog meer aangepast. Binnenkort meer. BMW iX3. Die gaan we compleet ombouwen naar M Sport. Wordt een gigantisch karwei. Een grote bestelbus vol met onderdelen gebracht. Vorige week hebben jullie al gezien. Klant op bezoek met een hele mooie Porsche 991 GT3. In het knalrood. Op zoek naar een andere auto. En de splitter voorgemonteerd eindelijk bij Cosso. Proefrit met de AMG GTR. En de bekende van de familie. Mr. Cosso Nutrition komt even proefrijden met twee auto's. Met de GTR en met de Ferrari F12 waarschijnlijk. Wat een andere auto, hè. Maritiem blauw van Porsche, een originele kleur van Innozatec. Zul je denken, wat staat over de achterkant? Nou, die logo's moeten er nog opkomen. Die hebben we compleet een mal van gemaakt. We hebben op exact dezelfde plaats de logo's weer kunnen plakken. De Audi RS6, die wordt er meegenomen. En we gaan nu even zitten met een klant. Een Audi RS5, die wilde graag een Miltek gemonteerd hebben. Beide auto's staan nu buiten. De AMG GTR uit 2018. In die hele dikke green hell kleur. Van origine matte kleur. En die dikke Ferrari F12. Dus de V12. Met een fantastisch geluid ook. Ja, het is een moeilijke keuze. Het is allebei. Cosso vroeg ik mij van, wat zou jij doen? Ja. Dat zijn van die vragen. Dat is echt zo lastig. Het zijn allebei fantastische auto's. En dan moet ik misschien toch wel zeggen, weet ik, maar het is ook echt zo. Op welke? Denk toch wel deze. Dit is ook mooi, hè? En natuurlijk een foto maken voor de thumbnail van zijn nieuwe YouTube-video. Welke zal het worden? De groene of de grijze? Ja, even een update wat betreft mijn RS6. We zijn nu anderhalve week verder. En ik heb afgelopen week even gebeld om te vragen wat de status is van mijn auto. Want ik hoorde maar niks. De auto is natuurlijk van de weg afgehaald. Die is ergens naartoe gegaan. Ik wist niet waar naartoe. Ik denk, ik ga toch eens even bellen. Daar konden ze er ook weinig van zeggen. Op een gegeven moment moest ik weer een andere collega bellen.
Die gaf aan, die auto staat in Velp, bij de dealer. Dus ik zei, nou wil ik graag weten, want ja, ik had het wel prettig gevonden als ik even gebeld was. Dat ik weet waar mijn auto staat en wanneer die klaar is. Dus ik heb zelf even gebeld naar Velp. De auto was daar inderdaad in ontvangst genomen. En ze gingen diagnose stellen. Ik zei, nou, 99,99% zeker is die dynamostuk, weet ik zeker. Maar natuurlijk moeten ze daar toch zelf diagnose stellen, snap ik. Dus het einde van de dag belden ze mij op en inderdaad, de dynamo was stuk. Die stond in backorder, fabriek. Dus ik zei, ja, en nu? Morgen even contacten met hoe de status is van de bestelling. Nou, ik ben niet teruggebeld, heb ik zelf weer gebeld. Ik zei, nou, hoe is de status? Nou, de dynamo staat steeds in backorder en ze kunnen totaal niks zeggen. Of die binnen een week binnen is, binnen 2 weken, binnen 3 maanden. Ze weten er niks van. Ik zei, oké, maar en nu? En ja, goed, als we geen onderdeel hebben, kunnen we niks maken. Snap ik. Goed, dan werkt hier ook niet anders. Maar goed, ik ben geen autoleverancier, ik ben geen automerk. En wij zijn echt afhankelijk van een dealer die ons de spullen levert. Maar we praten nu over een RS6 met een nieuwe prijs van 250.000 euro. Die in de verliesgarantie zit. En ik zei, nu wordt eigenlijk van jullie probleem, wordt mijn probleem gemaakt. Want ja, we hebben geen dynamo, dus ja, moet je maar wachten. Ja, dat kon ik natuurlijk niet helemaal plaatsen. En ik zei, nou, krijg ik dan vervangend vervoer of zo, of iets in die richting. Want ja, ik heb garantie op die auto, ik heb mobiliteitsgarantie. En mobiliteitsgarantie is garantie dat je mobiel bent. Nee, wordt er gezegd. Het is alleen maar dat je van de weg af wordt gehaald. Ik zei, oké, dus het is eigenlijk gewoon een pechhulp. Ik zei, wat ik bij mijn verzekering ook al heb. Ik zei, ik heb vorige week een beurt laten uitvoeren dat die mobiliteitsgarantie lekker doorloopt. En natuurlijk ook die garantie zonder strubbelingen door kan lopen. Ik zei, maar mobiliteitsgarantie is dus niet de garantie dat je mobiel blijft. Nee, ik zei, dus het is gewoon een pechhulp. Nou, daar kwam het in principe wel op neer. Ik zei, nou, en nu? Want ik zei, ik heb Audi Duitsland gesproken en als het goed is, is het de bedoeling dat je dus een leenauto krijgt. Of in ieder geval een vergelijkbare auto als leenauto krijgt. En dat is dus schijnbaar niet het geval. Met andere woorden, geen vervangende auto. En ik vind het toch wel raar. Het is allemaal geen drama natuurlijk, hè, want ik kan hier, ik ben wat helemaal gewend om op de fiets te gaan. Dus het is allemaal geen drama, maar ik vind het vreemd dat je dan zo'n dure auto hebt en in de fabrieksgarantie dus iets vroegtijdig stuk loopt. En dat er dan zomaar om wordt gegaan. Ik sprak dus iemand die hier komt met onderdelen vanuit Audi Duitsland. En die zegt gewoon, zus en zus, zo werkt het. Oké, dan ga ik toch even bellen met Audi NL. Die bedoel ik. En dat heb ik gedaan. Heb ik mijn verhaal helemaal uitgelegd. Dat we lang hebben gestaan, noem maar op. En goed, er zit ook natuurlijk een schuld bij ons. Omdat je auto is wel lager, dus dan duurt het laden wat langer. Maar voordat die auto er was, ja, dat duurde toch wel erg lang. Ik zeg, en volgens mij staat er ongeveer een half uur of een uur voor, officieel. Maar goed, het kan allemaal gebeuren. Maar ik heb het verhaal uitgelegd. Hele verhaal in geuren en kleuren. En de medewerkster van Audi Nederland zou even gaan kijken. Goed, wachten. En na een paar tellen wordt de verbinding verbroken. Dus, ik heb opnieuw gebeld. Krijg je natuurlijk weer iemand anders een telefoon. Heb ik wederom mijn verhaal in geuren en kleuren verteld. En met de vraag van, ja, wat kunnen we nu meer doen? Zij zou erop terugkomen. Vrijdag bel ik jou terug. Nou, het is inmiddels zaterdag. En Audi Nederland heeft nog steeds niet gebeld. Dus ik zit nog te wachten op het telefoontje. En ik heb ook niks meer gehoord van de dealer. En ja, het is wachten op een onderdeel wat misschien binnen nu en weet ik het hoe lang geleverd wordt. En al die tijd kan ik geen meter rijden met die auto. En aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk, zo'n auto heeft een bepaalde waarde. En als er iets hard afschrijft, zijn het die hele jonge auto's die zo verrek duur zijn. Dus je zit met een flinke afschrijving zit je te kijken. En je kunt totaal niet genieten van zo'n auto, want die staat stil bij de dealer. Ja, dus is even de status. Ik hoop dat de Audi nog gaat bellen. Anders bellen we maandag zelf al weer even. Maar ik ben benieuwd naar hoe het verder gaat. Ik heb geen auto. Heel bijzonder. Het is ook wel interessant, vind ik. Persoonlijk, ik heb natuurlijk geen zwaar probleem. Ik ga op de fiets naar het werk. Ik heb hier auto staan. Is allemaal geen probleem. Maar ik vind het wel interessant om het een keer vanaf de andere kant te zien. Hoe dat een merk zoals Audi omgaat met dit soort situaties. Dus gewoon weer een leermomentje. En ik ben benieuwd. Maar goed, ik houd jullie op de hoogte. Zoals altijd.
En dan hoop ik volgende week beter nieuws te hebben. Laatste klant van deze week. Met een Dodge Challenger SRT. De 6.1 Hemi. Helemaal in de General Lee uitvoering. De Dukes of Hazzard. Wat een apparaat, hè. Ja mensen, dit was je alweer. Aflevering 174 van Ride Kick Up de Week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken natuurlijk, zoals elke week. Vergeet niet te abonneren. Even onder het filmpje op abonneren drukken, belletje aan en je blijft automatisch op de hoogte van ons. Verder heb je interesse in onze merchandise, ga je natuurlijk naar onze website rideautos.nl/merchandise om eventueel een polo, een petje of een hoodie uit te zoeken. Rest me nog om jullie een fijn weekend te wensen. Ik zie jullie graag volgende week terug voor aflevering 175. Tot volgende week.